Rinus en Heidi zijn stiekem op de hooizolder gekropen. Ver weg van vader en moeder, van Theo en Sientje. Wat zijn we hoog, Rinus. We zijn geloof ik nog nooit zo hoog geweest. Kom op, we klimmen naar de top van de berg. Misschien is het daar wel zo hoog en koud dat er sneeuw ligt het hele jaar lang. Ik weet het niet, Heidi. We mogen hier eigenlijk niet komen. En dat is niet voor niks. Bakke poepert. Dit is een avontuur, man. Dit is geinig. Snap dat dan? Want dan had je hier dus de ingang van onze geheime hut. En daar gingen we niemand iets van vertellen. Anders was het geen geheime hut meer. Dan was het alleen maar een hut. Over een poosje gaan we de wijde wereld in. Zou het daar net zo leuk zijn? Hé, hey, Rinus, wat denk je? Ach, de wijde wereld. Dat is nog zo ver weg. Dat duurt nog zo lang. Echt niet? Dat is al heel gauw. Mama heeft het zelf gezegd. Misschien word ik wel meegegeven aan een piraat die op een groot schip de wereld overreist. En dat het dan mijn taak is om de muizen uit het ruim op te vreten. Jij altijd met je mooie filmsterrenverhalen. Heidi kan niet zomaar rustig in het stro gaan zoezen. Het stro prikt aan haar buik. Piraat Heidi klimt behendig langs de glibberige rotsen naar beneden. In de verte hoort je de trommels van de inboorlingen. Dat klinkt onheilspellend. Ongezien bereikt piraat Heidi het verblindend witte strand. Daar is de vuurtoren. En verderop is een schip gestrand. Als de inboorlingen haar vinden, zullen ze haar vastbinden. En dan stoppen ze haar met huid en haar in de soep. Met enkel en alleen een kruidenbijltje. Zou hier soms een schat verstopt zijn? Met haar vlamscherpe nagels opent piraat Heidi de geheime bergruimte. En daar komen kisten vol munten en gouden bekers en armbanden tevoorschijn. Ik krijg het natuurlijk nooit open. Dat moet je met je tweeën doen. Rinus! Kom eens even helpen! Ik zal die piraten eens even laten schrikken. Kruip ik achterin die koker, doe ik net alsof ik dood ben. Daar komt ze. Stil. Boe! Hé, hey, wat dacht je nou, stoere piraat? Dacht je echt dat ik dood was? Dat dacht ik nog niet eens voor één seconde, mannetje. Je was heus niet dood. Je was matroos Rinus. Maar je poepte in je broek voor mij. Want ik was piraat Heidi. Ik was de schrik van de zee. Nou, ik dacht het niet. Wow, wat wiebelt dat? Wow, 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 wow.
Ja, dat is dus de zee. En dan ging het keihard stormen. En dan werd jij misselijk van de zee. Je kroop in je kooi en je wachtte tot de storm ging liggen. Maar Piraat Heidi, die werd niet misselijk. Want die had toevallig 2 paar zeebenen. Oké, en dan bleef matroos Rinus lekker in zijn eentje achter op het schip. En die leefde nog lang en gelukkig. Nee, want het ging alleen maar harder waaien. En ik kwam aan boord om de schat in te pikken. Met goud en edelstenen en allemaal blikjes vis. Geef op die schat. Er is hier geen schat. Ik vind dat niet leuk van die piraten. Ik speel liever dat ik een geitje ben. En dat ik me verstopt had in de klok. Tik, tok, tik, tok. Nee, dat mag niet. Kom eruit. Je kan niet zomaar je eigen verhaal beginnen. Dit is het verhaal van Piraat Heidi. Er komt iemand. Vlug verstoppen. Misschien zijn dat inboorlingen. Jij moet het meespelen zoals ik het heb bedacht. Niet zo gillen. Straks worden we nog ontdekt door de inboorlingen. Ik speel niet meer met jou. Ik ga met Janneke spelen. Daar heb je het al. Een inboorling. Maar ze stopt Heidi niet in de soep. Want een poes in je soep, dat smaakt nergens naar. En het kleine geitje Rinus, die blijft alleen achter in de klok. Thank you.